We gaan direct beginnen als wij zover zijn, dus kom naar beneden. Maarten Boskowski, Marcel Schouten, Pepijn Smit, Chantal Zijderveld, Magda Toeters, Marlou van der Kulk, Mark Evers, Michael Schoenmaker en Tim van Duren. En dan is het volgende programma onderdeel de dames 100 meter vrije slag Paralympisch. En intussen heeft Franziska Henke de prijs en de bloemen gekregen van uit de handen van Hans van Goor. Bondsbestuur lid zwemmen van de KNZB. De Women's 100 meter freestyle Paralympics. Op baan 1, lane 1. From Brazil, Camille Kroets. Dan maken we ons op voor een prachtige strijd tussen 7 Nederlandse uit het Nederlandse Paralympische team. Op baan 2, Magda Toeters. Op baan 3 van het Nederlands team, Marije Oosterhuis. Op baan 4, alweer aan de start, Marlou van der Kulk. Op baan 5 zal zwemmen, Lisa Kruger. Op baan 6, Chantal Molenkamp. Op baan 7, Chantal Zijderveld. En op baan 8, een vrouw die gisteren, of die vandaag liever gezegd, de prestatieprijs 2014 kreeg bij de algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandse Zwembond in Nieuwegein. En dat is heel bijzonder, want ze is de eerste zwemster met een beperking die deze prestigieuze prijs heeft gekregen. Lisette Teunissen! Take your marks! Maar ja, ik sta daar enthousiast te roepen. Daar is hij. Ja, dames en heren, we zijn onderweg in die 100 meter vrije slag Paralympische finale. We gaan eens kijken wat deze gaat brengen. We zien in baan 4 Marlou van der Kulk de voorsprong nemen. Hier op deze afstand. 1-0-0-71, dames en heren. 1-0-0-71, dat is een nieuw wereldrecord! Ja hoor, Marlou van der Kulk zwemt hier die nieuwe toptijd, die nieuwe mondiale toptijd in de categorie S14. En doet dat op een fantastische manier. Nieuw wereldrecord voor Marlou van der Kulk. En we kijken ook even naar die tijd van Lisette Teunissen. En dat zit weer mooi binnen die EK-limiet. En we gaan kijken naar de uitslag. Wie gaat er hier winnen? Deze Paralympische afstand. We krijgen daar mooi de punten bij. Natuurlijk Marlou van der Kulk. Zij zwemt 1031 punten. Zij wint hier de Paralympische 100 meter damesfinale. Jos, je zei het al, Lisette Teunissen werd vandaag geëerd met die medaille van de KNZB. Ze komt heel even naar je toe om daar even natuurlijk met jou over te praten. Want het is niet zomaar een zwemster, ze komt van deze kant af. En daar gaan we even aandacht aan geven. Dames en heren, natuurlijk de winnares eren wij met bloemen, Marlou van der Kulk. Daar staat de heer Hans van der Goor voor gereed. En dan mag u nog even voor klappen, die mondiale toptijd voor Marlou van der Kulk. En bij Jos staat
Een geëerd